is lekker. Sinaasappeltuin, ja. Dit is toch mooi, of niet? Dat is bloedje mooi. Emotie, maar ook verwondering, denk ik. Geneeskracht. Als wij mensen echt zouden weten, als we echt zouden weten, hè, dan is er voor iedere kwaal, iedere ziekte, ieder ongemak, ieder wat dan ook, is er een plant. Alleen wij weten het gewoon niet. Ja, maar dat is meer de onmacht van de mens als van de plant. Die natuur is er wel, die planten zijn er wel, dat is het probleem niet. Ja, dat doet me verwonderen. Het is zo multifunctioneel, zeg maar, zo'n plantje. En voor iedere mens ervaart het anders. En dat is grappig. De horeca, gastronomie, dat spreekt ons aan. Daar verstaat men de taal van passie, van puur, van geur, van kleur, van emotie. Een gepassioneerde kok, het is normaal dat hij snuffelt aan zijn ingrediënten, dat hij het volgt. Die passie hebben wij, hetzelfde met onze kruiden. We snuffelen eraan, we proeven eraan, we ruiken eraan. Je leert dan ook wel de impact van pesticidengebruik, gebruik van kunstmeststoffen, genetisch gemodificeerde gewassen en zo. We blijven maar doorgaan. En de bron verliezen we vaak uit het oog en daar heb ik eigenlijk een bloedhekel aan. Dat je gewoon niet meer weet wat je eet en wat je doet. Dat is genieten, dat is puur, dat is ook emotie. Dat is het geheel, denk ik. Het is goed. Het is moeilijk te zeggen. Maar het gevoel is er in ieder geval wel. Dat is iets wat zeker is. Het is denk ik gewoon dat de regio die heeft in potentie heeft zoiets moois, zeg maar. Dat het een regio op zich is, zeg maar. Met al zijn krachten en ook de kracht om furoren te maken, zeg maar. Rico, die gaat altijd mee en die volgt ons. Het maakt niet zoveel uit.